Piranha Movies. Yo, what up, gasten? Vandaag heb ik een iets snellere, maar ook een veel uniekere video voor jullie. Als YouTuber zeg je natuurlijk heel erg vaak dezelfde dingen. Dus daarom vandaag 25 zinnen die niemand zou zeggen. Oh, heerlijk, de Zwarte Pieten discussie is weer begonnen. Ik heb er zin in. We kunnen natuurlijk ook in plaats van zo'n saai laminaat de hele vloer beleggen met Lego steentjes. Dat loopt super fijn. Het is zo jammer dat ik in Nederland ben geboren, echt waar. Ik was veel liever in Noord-Korea geboren. Op het 8e uur kregen we namelijk een verrassingstoets. Oh, ik had er zoveel zin in. Die toets was echt een verrassing voor mij. Nee. In Rusland wonen alleen maar homo's. Geloof me. Kan jij me anders gewoon in detail uitleggen hoe het zit met de crisis in Griekenland? Dat lijkt me echt super interessant. Ik vind €50 betalen voor één shirtje van jouw favoriete YouTuber veel te goedkoop. Kunnen ze zo 100 voor vragen. Trouwens, voor je weggaat, kan je nog iets meer pepperspray in mijn ogen doen? Ja, dank je. Even serieus, want toen ik haar krok zag, oh, toen sloeg de vonk echt over. Als ik een winkel neem, de praxis komt binnenrijden op een scooter en hun gooien mij eruit met de scooter, is het natuurlijk allemaal de schuld van de praxis. Vanavond ga ik chillen bij mijn vriendin omdat ze ongesteld is. Dat wordt echt een superleuke avond. Het is echt overduidelijk dat Joran van der Sloot en O.J. Simpson onschuldig zijn. Oh ja, Amerika? Is het voor ons kleine gezinnetje niet veel leuker om naar Syrië of Afghanistan te gaan? Daar is het lekker warm. Ik ben leraar geworden voor het geld. Ja, wacht even, ik ben even bezig met het lezen van de gebruikersvoorwaarden, ja? Ik ben even bezig. Hopelijk wordt Donald Trump de nieuwe president. Het is echt zo'n leuke kerel. En anders zie je Kanye West ook wel als president, hoor. Prima kerel. Duur, ik moet ophangen, want de roelvinkjes beginnen zo. Dit moet ik zien, oké? Ik ga vaak naar de YouTube-reacties hier beneden, want daar zitten de echt slimme mensen. Oh, heeft Daphne Schippers goud gewonnen? Ja, was dat op de tv? Nou, dat heb ik dan echt gemist. Wat raar. Hey, ik ben aan het douchen, dus doe de koude kraan maar aan. Nee, liefje, dat snap ik. Alleen, denk je niet dat er een kleine kans is dat zij misschien gelijk heeft en dat jij er een keer naast zit? Is dat mogelijk? Fuck Leonardo DiCaprio, Twilight had een Oscar moeten winnen. Geweldige film. Overwerken tijdens kerstmis, nou ja, ja, top. Dat doen we. Leuk, geweldig. Oh, nee, je hoeft me niet extra te betalen. Het is al goed. Heb je iets gehoord in deze video wat jij nog nooit eerder hebt gehoord? Geef dan vooral een duimpje omhoog hier beneden. Ik heb oprecht zo ongelooflijk lang moeten schrijven om dingen te verzinnen die nog nooit iemand heeft gezegd. Het zou je oprecht verbazen. En stuur deze video ook door naar al je vrienden, zodat al jouw vrienden ook een keer weer wat origineels horen op YouTube. En als jullie deze video net zo leuk vonden als wat ik hem vond, nou laat het mij vooral weten in de reacties hier beneden. Want wie weet maak ik dan nog wel vaker zo'n video als dit. En abonneer ook hier beneden op mijn YouTube kanaal. Maar nogmaals bedankt voor het delen van deze video met al je vrienden. Jongens, ik ben er volgende week zondag weer. Tot dan. En ik check jullie later. Bye. Benjo Movies every Sunday at 2 o'clock.